Chapter 20. Een mooi paar. Part 1. Onze held gaat met vakantie. Ook Jan krijgt loon naar werken. Hij wil best nog meer werken voor hetzelfde loon. Hoe kan ik je danken? Vraagt Eva. We liggen in bed in de mooiste kamer van een hotel aan het strand. Het soort hotel dat een pom geld kost. Goedkoop is anders. Toen we hier gisteren aankwamen, zei ze dat ik dringend in bad moest. Ze stapte de badkamer in en draaide de kraan open. Het bad is bijna zo groot als een zwembad. Als je aan sport zou doen, zou je erin kunnen oefenen. Je kan bijna 20 meter zwemmen op zoek naar de zeep. Vandaag voel ik me veel beter. Als ik 's morgens mijn eitje gegeten heb, ziet de wereld er mooi uit. Af en toe draai ik de film van wat er gebeurd is nog eens in mijn hoofd af. Maar eigenlijk wil ik me het meeste toch niet herinneren. Ik weet dat dit slechts een paar dagen zal duren. Maandag moet ik weer naar kantoor. Adieu, bed en kussens. Ik moet de post bestuderen en wachten op de volgende zaak. Part 2. Daar gaat de telefoon. Voor de laatste keer zien we dat Jan een nuchtere Hollandse jongen blijft. Wat er ook gebeurt. Daar gaat de telefoon. Hij staat naast de vaas met bloemen op het nachtkastje. Het is de minister die mij een groet brengt van de koningin om me te bedanken. Och, zeg ik. Ik heb het met plezier gedaan. De zon gaat reeds onder als we nog op het terras zitten. Ik drink mijn wijntje, zij haar cognac. Ik heb mijn kaartje voor de trein al gekocht. We zijn een mooi paar, zegt ze, met een beetje verdriet in haar stem. Ze heeft volledig gelijk natuurlijk. Ook ik voel een beetje verdriet. Maar vannacht en morgen is het nog feest. Ik zal nooit echt weten wie ze is of waarom ze naar mij is gekomen. Alleen in het geheim wordt het geluk geboren, zegt ze, terwijl ze haar vinger op mijn lippen legt. Dan doet ze het licht uit. Welterusten, wereld. Part 3. Van de andere kant bekeken. Lieve Jan, ik woon nog altijd in het hotel dat ik nu maar ons hotel zal noemen. Ik mis je heel erg. Ik wou dat je weer bij me was. Technisch gezien is alles uitstekend gegaan. Mijn man heeft dat geld ongestoord naar Zwitserland gebracht, juist omdat iedereen naar hem op zoek was. En dus heeft niemand zijn vermomming doorzien. De secretaris heeft zijn deel ook gekregen. Ze wonen nu in Marokko, denk ik. Mijn man belt me af en toe nog wel eens, maar alleen om over zaken te praten. Ik voel me soms zo ontzettend alleen. Geld maakt niet gelukkig, maar geluk produceert geen geld. Vreemd dat Palma zich heeft geëlektrocuteerd in haar cel door in een gloeilamp te bijten. Ze had altijd van die rare dingen. Gaat het je goed? Mis je me ook een beetje? Of heb je geen tijd om aan me te denken? Rij voorzichtig met de Porsche en de BMW. Je eeuwige Eva.